ben Riemer Rijpkema. Ik ben directeur van Sales Effecta. Dat is de branchevereniging voor beurzen, evenementen, congressen, corporate events. Waarbij de leden bestaan uit bedrijven, bedrijfslidmaatschappen. 240 leden, met daarbij nog een ruim grote groep bedrijven die geen lid zijn, maar die ook zeg maar, aan de vereniging op een bepaalde manier zijn verbonden vanuit de CEO, tentoonstellingsbank. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om vooral met elkaar te blijven sparren en vooral in scenario's denken en vooral in mogelijkheden en in kansen denken. En vanzelfsprekend is het zo dat de verruiming die er nu is, nog niet is de verruiming die we willen, maar het is wel een opstap om naar een verdere verruiming. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden en kansen liggen in het verschiet, ook een beetje wat in het land om ons heen gebeurt. Probeer vanuit die positieve scenario's te denken naar allerlei mogelijkheden, maar waarbij denk ik de kern van de zaak is om vooral je klant en je opdrachtgever en de klant van de klant mee te nemen in die gesprekken om het ook vooral samen te ontwikkelen. Nou, ik denk wel dat wat er nu gebeurd is, sowieso wel veranderingen teweeg brengt. Het laat zich altijd moeilijk voorspellen wat die veranderingen zullen gaan zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat het veranderingen met zich mee gaat brengen. Sowieso gaan mensen efficiënter vergaderen. Hè. Het zal niet zo zijn dat men iedere keer elkaar voor een bepaald onderwerp willen ontmoeten. Maar goed, men zegt, luister, dat kan best wel met de videocall kunnen het oplossen. En dan kan het ook zeker zo efficiënt. Alleen de mate videocalls zoals die nu plaatsvinden, ja, daar wordt iedereen ook wel een beetje flauw van. Dat zal zeker minder zijn. Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen op dit moment gaat zijn om vooral, wat ik net al zei, met die opdrachtgever, die klant van die klant. Kijk, eigenlijk zouden die gewoon communities moeten gaan vormen. Die moeten feitelijk, zeg maar, de relevantie gaan bepalen. En moeten wij voor een heel belangrijk deel alleen maar de facilitator zijn. En wij moeten het vooral goed begrijpen. Maar die klanten en die klant van die klant, die moeten vooral het gaan regelen. Die moeten de relevantie zien van het feit dat ze met elkaar contact hebben. En ook buiten het live event. Des te sterker wordt uiteindelijk jouw live event. Want dat bepalen zij de relevantie. Dus ik denk dat onze kracht moet zijn dat wij dat vooral heel slim laden en dat gaan faciliteren. Maar het moet vooral gedragen worden door die klant en die klant van die klant.